Hey jongens, ik ben Dennis, a.k.a. Danske. En vandaag hebben jullie weer wat Call of the Ghost gameplay. En vandaag ga ik live Extinction Mode spelen. En dit is een soort van Alien Horde mode. En ik heb het nog nooit gespeeld, dus ik ben enorm benieuwd hoe het zou gaan. Ik heb het toevallig één keer bij een maat van mij gezien. En toen vond ik het niet echt veelbelovend, daardoor heb ik het eigenlijk niet eens gespeeld. En voor de mensen die willen weten hoe je het kunt spelen. Volgens mij moet je eerst de eerste vijf campaign levels uitspelen. Dan pas krijg je dit... Ja, als mogelijkheid om te spelen. Dus in ieder geval, ik heb heel de campaign uitgespeeld, dus ik kan sowieso spelen. Maar wat is dit? Oh, drill. Oh, hier, hoppakee. Nou, volgens mij moeten we gewoon die dingen drillen. Heb ik alleen een pistooltje? Ik heb alleen een pistooltje. 2 seconden, what the fuck. Oh, lol, hallo. Fuck, zijn dit voor stomme dingen, man? Ah, challenge failed already. Leuk. Hoe werkt dit, man? Oh. Is dit alles? Kun je er niks oppakken ofzo? En misschien komt het dadelijk, hè? Het is het begin, hè? Dus het komt nog misschien. In het begin is het niet zo heel interessant. Het is altijd, hè? Bij zombie mode het begin ook best wel boring. Dus we verwachten gewoon er veel van. Of in ieder geval ik wel. Ik heb skill points. More damage. Oké. Okay. Oh shit. Oh shit. Ga weg. Ga weg. Regenerate mijn health eigenlijk, dat vind ik al enorm interessant te weten. Even kijken. Ja, oké, okay, mooi. Dat regenerate. En wat ik daarmee bedoel is dat het terugkomt. Nou, gaan we dit ding drillen. Is dit alles? Oh, hier. Wapen, hoppakee. Wat is dit? Oh, shit. Die heb ik gekocht. No, ik denk die kan ik gewoon pakken. Waar zijn die beesten? Hallo? Oh, daar. Oh, jongen, dit aimt traag. Hey, ik ben gewend om overal quick draw te hebben. En hier heb je dat niet. Super irritant. Sit down, Sunny. Hier misschien nog iets? Is nog niet druk. Oh shit, ik schoot op een barrel of iets. Ik krijg punten, waar de fuck krijg ik die punten van? Oh, accuracy challenge. Ja, hey, 75%. Hij zit op 47. Wat is er achter mij? Ik hoor dat ding achter mij. Oh shit. Ja, nou komen ze, maar die dingen zijn fucking traag. Kijk jongen, ik doe niet eens iets. Hier staat achter mij en hij doet mij niks. Weg jij. Volgens mij staat er links. Oh, drill health. 99. Ik weet niet of ik daarna overnieuw moet beginnen als ze kapot of zo. Maar dat zullen we vanuit wel meemaken, want dit is toch het begin. Zometeen zullen we allemaal te zien krijgen wat we moeten doen. Maar ik denk persoonlijk dat dit wel leuker is om met meerdere mensen te doen dan solo. Want tot nu toe is het nog niet echt heel interessant. Oh shit. Oh, weg. Zo, dat ding mag niet kapot. Belangrijker. Je hoort die dingen ook zo raar, jongen. En dan kijk je achter je en dan is er niks. Dan staat er weer voor je. Oh, dat is niks. Ik krijg wel veel punten van die shit, volgens mij. Volgens mij krijg je hier ook dingen voor multiplayer. Oh, shit. Oh, nee, hij is leeg. Had ik nou eigenlijk extra damage voor een pistooltje gekocht of... Over het algemeen voor al mijn wapens. Denk alleen van een pistooltje. Zo. Is het ding bijna klaar? Want ik wil eigenlijk wel verder. Ik vind het niet zo interessant. Weg jij. Weg. Hey. Kijk. Wat op. Hoppakee. Hij is klaar volgens mij. Zo even ergens ammo gaan zoeken. Gaan ze nou weg of niet? Of komen ze nog achter me aan? Oh shit. Ze komen gewoon achter me aan. Wat is hier? Ik zag iets glinsteren. Oh. Ah, money. Kom terug. Kom terug, jij. Klotzak. Oké. Okay. Ik heb nog maar 2 kogels. Dat is niet gunstig. Zal ik even ammo bij kopen? Shit, dat is duur, maat. Ammo. Kan ik er nou... Is er nou automatisch? Nee, dat is niet refilled. Denk, misschien heb ik nou automatisch refilled. Nou, daar is niks. Misschien kan ik hier nog iets vinden. Ik weet mijn god niet wat ik allemaal bedoel. Dus het is echt voor mij nog een compleet raadsel. Dus mochten jullie dit veel spelen, dan zie ik waarschijnlijk echt uit als een noob. En ja, sorry daarvoor. Oh, dat is een shotgun. Daar schijt aan ook. Oh. God, je kunt dus alleen maar een pistooltje en 1 primary. Dan pak ik wel weer die AK. Wat is dit nou? Oh, electric fence. Propane tank. We gaan wel even die AK uitpakken. Zo. Ammo teken. Pakken we dit ding. Ik zag hier net nog iets. Ik weet niet wat het was. Wat is dit?
Zeg niet dat het ammo is, want dan word ik een beetje defensief van. Search. Oh, vet. Holy shit, dat is wel vet. Dit is vet gedaan. Je kunt dus attachments vinden. Dat is bruut. Dat is een mooie toevoeging. Oh, crap. Even snel die ding neerzetten. Drill. Alleen, ja, ik heb helemaal niks met ACOG, maar het principe is leuk. Ja, jongen, ik kan niet meer kills maken met een pistool. Ik heb geen ammo. Ik kan die challenge niet eens completen. Dat is zo stupid. Oh, daar. Hallo. Ik heb het eigenlijk om de shotgun echt te nemen, maar dat kan niet. Dat is echt fucking achterlijk. Oh, shit. Eigenlijk moet je kunnen rape trainen. En dat kan denk ik wel. Alleen het probleem is dat je met die... Oh, fuck. Kan ik dat niet opblazen? Oh, shit. Niet dat ding. Oeps. Oh, crap. Ik zit een pik. Wat ik wou zeggen is dat die aliens misschien kan rape trainen. Maar ik moet dat ding destroyen en defenden. Dus dat werkt sowieso niet. Maar op zich was dat gewoon een goed idee wat ik net deed. Met die propane tank. Want dan kunnen ze ook niet in de buurt komen. Want dan fik ze af. Ik ook, maar dat maakt dan niet uit. Oh, ik kan hier bovenop. Lol. Oh, ik kan hier gewoon... Ach, god. Al moeite doen. Oh, shit. Vergeet weer dat ding. Oh, shit. Oh, shit. Kom hier, kom hier. Hij is pas halverwege, man. Ik hoop dat we daar ook echt brute dingen te zien krijgen, want het is nog niet veel beloofd. Het zijn er constant dezelfde dingen. Persoonlijk ben ik nooit zo'n fan van dingen moeten kopen, omdat je bij het begin nooit weet welke dingen goed zijn. Ik koop altijd precies de verkeerde dingen die gewoon nutteloos zijn. Maar ja, als je het niet probeert, dan weet je natuurlijk toch niet. Hier, kijk jongens, ze doen dat ding helemaal niks. Hij heeft nog 93% health en ik zit niet eens op te letten. Hier. What the fuck? Zo. Alleen moet ik dat ding aanzetten. Electric fence. Misschien wel lachen. Kom hier! Oh fuck, hij is niet... Oh ja, hij is al dood. Hoe die was dat? 300. Eigenlijk had ik wel voor de grap kunnen doen, maar ja, nou hoeft dat niet meer. We zijn daar bijna klaar. Tadaa. Skill points, nou. Ammo. Alleen je krijgt dan geen ammo erbij. Dat is stom, jongen. Dus je kunt gewoon meer ammo meenemen als het ware. Ja, daar heb ik niks aan. Oh, shit. What the fuck is dat voor ambulance? Is dat real life of is het in een spel? Ik weet niet of je het kunnen horen. Een microfoon die pikt niet alles op, maar ik kom in ambulance. En het leek echt alsof het in een spel was. Maar ik weet niet. Het klinkt heel apart. Nee! Oh, gelukkig. Kost geld. Ik denk, nee. Had ik al die tijd daarin kunnen gebruiken, had ik ook kunnen doen. Had ik ook moeten doen. Nou, we gaan gewoon verder. Nou, mogen we dit ding weer destroyen? Nou, we schieten niet veel meer op. Ik zou zeggen, laat het gewoon. Lopen er langs of douw gewoon een nuke op dit stadje. Oh, search. Wat krijg ik? Oh, $50. Oh, zuiver. We pakken die minigun. Wat? Oh, dat leek serieus gewoon een enemy ofzo. Of ja, geen alien, maar gewoon een persoon, zeg maar. Serieus. Ik weet niet hoe het eruit zag, maar dat zag er niet uit alsof het een alien was. Oh, crap. Zal de fans ook niet onhandig zijn. En wat is dit nou weer? Search. Dat is wel vet, al die extra dingen. Alleen, kan ik daar nog switchen? Oh, wat is dit nou weer? Oh, ik heb al die shit. Oh nee, dat kost geld. Klote, ik zat niet op te letten. Oh, ik had geen ammo kunnen kopen, zo te zien. Ja, jongens, ik ben gewoon nog steeds een complete noob, hè. Heb geduld. Kom nog wel. Ik ga er sowieso nog wel met andere mensen spelen. En dan, misschien worden we dan wel beter in. Maar tot nu toe, dit is mijn eerste keer. Dus, alsjeblieft, kraak me niet al te veel af. En ik zit ook niet heel erg geconcentreerd te spelen, dat scheelt ook wel. Hier, we hebben het alweer bijna gehaald, jongen. Alleen, ik heb een beetje spijt van die burstfire. Kan ik hem nog afhalen? Had ik ook niet moeten doen. Ik spaart wel ammo, maar... Ik ga er ook veel vaker door dood, waarschijnlijk. Want ik word al heel dat gehit. Hier, what the fuck doen die dingen? Wat doen die dingen? Ze lopen achteruit. Ze doen een moonwalk. Hey, dikke snijd op. Oh, crap. Ah, nee, mag ik nog repairen ook? Dat wist ik niet dat dat moest. Ik denk tegen 74% health, dus dat kan geen kwaad.
Damn. Oh crap. Amount of damage, amount of dood jongens, gek hè. Dingen zijn best wel sterk. Ik zag net iets van Surge, alleen ik kon niks meer doen. Oh, het beeld is allemaal rood, wat de fuck is dit nou weer? Ik heb niet veel ammo meer, en hij is kapot volgens mij. Juist, ik had het ding niet eens hoeven te repairen, wat is dat nou? Oh wacht, shit, die ding zit er maar aan. Oh, wacht, drop dat ding. Drop, drop. Drop the base. Oké, we gaan even kijken, als ik de speldje omhoog doe, krijg ik ammo, klopt dat? Aha, werkt dat zo, oké. Is er geen moment van stilte of zo? Dat ze even allemaal opflikken. Wat is dit nou weer? Explosive, minigun. Heb ik niks aan. Ik doe wel gewoon dit. Ik weet... Oh, faster ADS. Dat is beter werk. Dat wist ik niet. Mooi. Er zitten dus op zich best goede dingen tussen. Ik heb de neiging om die kant op te gaan. En te kijken of dat hier misschien nog iets interessants is. De map is best wel groot. Oh, ik heb nou ook een ammo voor mijn pistooltje. MR28, dat is een. Dat ook weer. Dit is een Marksman Rifle, daar heb ik niet zo heel veel aan, denk ik. Ik zag hier eens glinsteren. Leek dat man. Dat leek. Nee, hier. Ah, dat is niks. Oh shit, what the fuck? What the fuck? Scorpion, what the heck? What? Oh, hallo. Oh fuck, wat ben jij nou voor vaak ding? Sterf, sterf! Hoe moet ik zo'n ding killen? Oh, gewoon schieten. Oké. Okay. Nou moet ik dat ding verdedigen. Hey, rank up. Nou, als het goed ben ik nu level 2. Woe! Hey, ik ben benieuwd of ik echt dingen krijg voor multiplayer. Weet je wat, ik zet ook die drill erbij denk ik. Misschien gaat dat sneller, ik weet niet. Als dat zou, zal dat best handig zijn. Very high, what the fuck. Is het gewoon dat ding of niet dan? Wacht, rustig, ik wil het laden. Ik ben niet snel, ik moet snel de vent hebben. Oh, daar is de pedo ding. Nou, die drop ook best snel. Fire trap. Wat is dit nou weer? Ik heb dat wapen serieus nog nooit gebruikt. Dat is dus een submachine gun, maar ik heb hem serieus echt nooit gebruikt. Ah, dat is mooi, je kunt twee dingen tegelijk doen. Semtex, come on. Oh, die, oh crap, die helikopter gaat neer, volgens mij, wat ik vind. Ga nou gewoon weg ofzo, jongens, ik kom hier voor mijn rust. Die dingen zijn zo fucking snel, maar dat is irritant. Dat ben ik niet gewend met zombies, die zijn traag. Trouwens, niet als je boven weet komt. Ik heb echt een hekel aan die burst fire, jongens, echt. Tip van de dag, zet er geen burst fire op. Of misschien is dat heel goed en ben ik gewoon stom. Dan kan ook dat je dan zeggen, jongen, Dennis, burst fire is fucking nice. Dan heb ik het waarschijnlijk fout. Want dat kan natuurlijk ook gewoon. Ja jongens, hey, rustig aan. Flikken. Ik kan niet meer geld. Nou, daar heb ik ook niet veel gezien. Dat ik niet meer geld mee kan nemen. Nou. Maar het staat er steeds bij. Een of ander Riot Shield tekentje ofzo. Of Riot Shield doe... Ik die Riot Shield. Ballistic Vest tekentje, daar leek het een beetje op. Zo snel dat ik het kon zien. Ik weet niet wat er nog meer te zien is als ik daar ook de ding opgebladen heb. Want als dit echt alles is, dan is het een beetje disappointing. Hallo. Kom van de drak af. Ach, jezus. Waar moet ik laden? Dit ding heeft al 40 kogels. Meer dan standaard. Oh crap, oh crap, oh crap. Dat is niet leuk, zuur. Dat is niet grappig.